De Riethorst-Stromenland, Volkaert en Schakelring gaan nog intensiever samenwerken in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem. Door onze krachten en financiële middelen te bundelen, kunnen we investeren in onze mensen en innovatie. Zo ontwikkelen we samen een breder aanbod aan zorgdiensten en zo blijven we ook een aantrekkelijke werkgever. Begin september hebben de drie ondernemingsraden en de centrale cliëntenraden een positief advies gegeven over het voornemen om tot fusie te komen. Graag vertellen we je er meer over. Wij geloven oprecht dat door het samengaan en het bundelen van onze krachten we ook de hulpvragen in de toekomst kunnen blijven beantwoorden. We voelen ons daar ook samen verantwoordelijk voor. We willen graag de beste zorg dicht bij de mensen thuis kunnen blijven bieden. En we willen heel graag samen met jullie deze mooie uitdaging aangaan. Hallo, we staan met onze organisaties voor dezelfde goede zorg. We vinden het belangrijk om de lokale kleur en sfeer in stand te houden. Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt vinden we het belangrijk dat we goed samenwerken met elkaar. Ik hoop jullie te zien tijdens de meet and greet. Hey, hallo allemaal. Natuurlijk hoop ik jullie te spreken tijdens onze meet and greet om het waarom van ons fusievoornemen toe te lichten. Ik geloof er namelijk in dat we door meer specialisatie van zorg aantrekkelijk zijn voor onze bewoners. Ik geloof er ook in dat we voor jullie als onze medewerkers door meer specialisatie een aantrekkelijk werkgever blijven. Tot binnenkort. We hebben een positief advies uitgebracht op de intentieverklaring om te gaan fuseren met de Volkaert en de Schakelring. We hebben een positieve energie gezien tussen de drie bestuurders tijdens bijeenkomsten. En we hebben het vertrouwen gekregen dat zij alle drie de kwaliteit van zorg hoog in hun vaandel hebben staan. Als OR zien we de meerwaarde van de fusie en we zullen proberen tijdens het fusietraject de belangen van alle medewerkers zo goed mogelijk te behartigen. We vinden het belangrijk dat de gevolgen van de fusie voor iedereen duidelijk worden en dat medewerkers mee kunnen denken in het fusietraject op onderdelen die hun werk raken. Samenwerken. Verre doelen bereik je beter samen. Dat is waar wij als OR Schakelring voor gaan als het gaat om de voorgenomen fusie. Onze bestuurders bezoeken samen alle locaties om met medewerkers van gedachten te wisselen over het voornemen tot fusie. Ook de cliënten, klanten en externe stakeholders betrekken we hierbij. Als alles verloopt zoals we verwachten, dan zal de fusie in 2020 een feit zijn. We zijn samen op weg.